Ik wil een uitgeverij starten. De uitgeverij heet Tiptoe Print. En Tiptoe is ook voor mij, dus op de toppen van uw tenen staan, ook voor de artiest die het boek gemaakt heeft. Omdat ik ben al jaren recensent voor De Morgen. En ik heb op die manier een wereld ontdekt die ik absoluut niet kende. En vooral hier in Brussel, waar ik woon en graag leef, ook in Franstalige boekenwinkels terechtgekomen natuurlijk. En daar ontdekte ik heel veel prentenboeken die ik langs de Nederlandstalige kant nooit te zien kreeg. En dat vond ik op zijn minst verbazingwekkend, eigenaardig. Dus ik denk dat er echt een leemte is in het aanbod dat we nu hebben. We hebben zeker een aantal hele straffe illustratoren hier rondlopen, ook in Nederland. Maar toch vind ik dat er daarnaast nog een gans aanbod is dat niet naar hier komt. Dus voor mij gaat het zowel over boeken die vanuit Korea als Iran als Brazilië kunnen komen, als boeken uit Zuid-Europa, waar op dit moment vind ik in Spanje, Portugal, Italië heel veel straffe dingen aan het gebeuren zijn. Allee, ik wil eigenlijk ervoor zorgen dat mensen daar ook van kunnen genieten. Het is echt een kwestie van te willen delen wat dat mij raakt en verwondert en betovert. Maar ik vind het ook heel belangrijk in deze tijd, in deze maatschappij, dat we op verschillende manieren leren naar de wereld kijken. En ik vind het echt cruciaal dat die boeken helpen om out of the box te denken. Om andere rolmodellen te leren kennen, als kind, maar ook als volwassene. Ja, gewoon om vanuit verschillende perspectieven naar de wereld te leren kijken. Wij zoeken wat extra centen om ons te helpen om de twee eerste titels te kunnen maken, te kunnen realiseren. Dat heeft dan te maken met verdeelkosten, vertaalkosten, layoutkosten, de drukker enzovoort. Want dat is misschien ook iets wat ik nog graag wil zeggen. We willen echt een hommage brengen aan de kracht van het ambacht en de schoonheid van goed papier, het zintuigelijke van een boek. Voilà, ik denk dat de vlag de lading wel wat dekt, Tiptoe Print.